Dag Maartje van Eijgen, welkom in Café Lokaal. Annes TV hier, u bent erbij, hè? Ja, ik ben erbij. Ik ga vandaag Niet slecht bedoeld brengen. Een liedje dat op de vorige cd van mijn ouders ook nog... Eerste tv-optreden? Nee, ik heb nogal eens opgetreden met mijn ouders samen. Maar alleen bedoel je? Alleen wel, ja. Ja. Ik heb wel een eigen clip, maar de eerste keer dat ik hier in Annes Café sta. Ja. Ja. Zenuwen? Nee. Ik doe dat graag en ik heb al veel op podium gestaan met mijn ouders, dus eigenlijk niet. Van wie heb je de stem? Van uw papa, mama? Wat denk je? De mooie stem? Van allebei. Ja, dat is dat, een beetje dat hoge van mijn mama en dat lage van mijn papa ertussenin eigenlijk volledig. Wat prefereer je? Wat je nu doet? Ja, country pop zou ik eigenlijk willen gaan doen. Country rock eigenlijk ook meer. Dus eigenlijk zo wat, in de stijl van Taylor Swift. Heel erg leuke country deuntjes daartussen. En dan langs de andere kant ook meer rock dat daartussen kan zitten. Poppy nummers en eigenlijk iets heel breed, maar met een country-achtige ondertoon. Ja, muziek met degene meegekregen. Wanneer ben je beginnen zingen? Al heel vroeg. Wanneer ben ik beginnen zingen? Als ik kon praten? Ja, dat is vrij... Ik denk dat ik dan ben beginnen zingen, want mijn ouders zongen altijd. En ik herkende al van heel vroeg een grote tijd veel te mooi, als ik als babytje in de wieg lag. En dat was op de radio. Dan draaide ik me helemaal om van, daar is het weer. Dus eigenlijk, die muziek is er altijd geweest in mijn leven. En ja, ik zong vanaf dat ik kon praten, denk ik. Ja. Wil je een even grote carrière dan die ouders? Als dat mogelijk is, dan zou dat natuurlijk heel leuk zijn. Maar dat valt nog af te wachten natuurlijk. Wat doe je in het leven, Maartje? Ik studeer nog in mijn zesde middelbaar, zit ik nu. En volgend jaar zou ik graag regentaat Nederlands, Engels, Duits. Sterk in talen? Ja. Ja, ik doe heel graag talen. Mijn wiskunde, dat is wat minder. Maar, Typisch, hè, voor muzikanten eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ga je ooit eigen nummers gaan schrijven? We hebben nu 2 demo's opgenomen in de studio. Binnenkort kiezen we daaruit 1 nummer dat we definitief gaan uitbrengen als single. En daarin zit 1 zelfgeschreven nummer. Goed, hè? Ja. Wat wordt het? Ik kan het nog niet vertellen. Het is zo'n verrassing en ik ga nog eventjes moeten afwachten, maar... Is het een ballade? Is het up tempo? Ik mag er nog niks van zeggen, want er zijn 2 nummers, allebei ontzettend verschillend. En daaruit valt nog te kiezen en we weten nog niet meer zelf. We moeten nog eventjes afwachten en dan... We zijn benieuwd. Bedankt, Maartje.